Geachte burgemeester, mensen van de gemeenteraadsfeestcomité, beste fotoliefhebbers, vrienden van dak, welkom. 2013 pakte het documentatiecentrum voor Aalscarnaval uit met een gloednieuw initiatief. Het beloofde kunstfotoboek met als leidmotief Koppig Carnaval verscheen dus gronds op de boekenmarkt. En dat eerste boek toont een diversiteit aan fraaie foto's van gezichten en expressies, speels aangevuld met spitse geslaagde karikaturen van Tim Akke, Bram de Bare en Kenneth van Dierde. En vandaag, 5 jaar later, vult een tweede kunstfotoboek met professioneel afgeleverd fotomateriaal het eerder genomen initiatief perfect aan. De tweede editie van Koppig Carnaval plaatst de actuele, onwaarschijnlijk mooie en verfijnde grimmen en kostumeringen waarmee de Aalsterse carnavalisten tijdens een jaarlijkse topdag pronken, volop in de schijnwerpers. En alle medewerkers van het documentatiecentrum zijn van mening dat de schitterende, karaktervolle, gegrimeerde kunstwerkjes op de gezichten van honderden carnavalisten ten volle tot zijn recht komen in een full quadri oblong presentatie met als toemaatje een selectie foto's in kalendervorm. Vooral kostuums worden het liefst in zijn geheel getoond met het doel om iedereen op alle facetten en vaak waardevolle details te focussen. Nu, een respectabel aantal dakmedewerkers en uiteraard alle deelnemers van de jaarlijkse nationale fotowedstrijd Aalscarnaval in kleur verzorgen telkens weer adembenemende sfeerbeelden van het carnavalsfeest in Aalst. En omdat deze authentieke beelden voor zichzelf moeten spreken, hebben alle fotografen een zeer belangrijke toegevoegde waarde bij de artistieke keuze van de illustraties in dit kunstfotoboek. De medewerkers van dit project zijn van oordeel dat in dit alles overheersend elektronisch tijdperk, dat het meer dan ooit verantwoord is om af en toe eens rustig even weg van het beeldscherm in een foto of leesboek te kunnen bladeren en om na te genieten van zoveel moois dat het Aalsters carnaval ieder jaar opnieuw te bieden heeft. En dank wenst iedereen in ieder geval heel veel plezier en een goed gevoel bij deze opgemerkte uitgave Koppig Carnaval deel 2, grimmen en kostumering. En graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken, dames en heren, om alle fotografen van wie één of meerdere beelden in dit boek werden opgenomen, om hem te danken en hem te feliciteren voor hun schitterende opnames, laat mij toe ze in één adem heel snel te vermelden. Namens dak zijn dat Ludwig Koester, Stijn de Nijer, Gert Dergoef, Jurgen Dergoef, Jaabe Tonneau en Patrick Tonneau. En dan hebben wij fotomateriaal geselecteerd van Jeffro Clemeur, Bjorn Comheers, Bram de Klerk, Paul de Vrijne, Dirk de Melders, Johnny de Neef, Peggy de Smet, Tom de Sutter, Frank de Vuist, Ronnie Fieres, Sharon Janssens, Yves Janssens, Davy Joos, Mijntee Philips, Quintens Freddy, Luc Scherkens, Johan Schotten, Dorien Sienaerts, Patricio Ungaro, Harry van Bulk, Pierre van der Voorde, Guido van der Voorde, sorry, Evelien van den Bossen, Marianne van der Steen, Willy van Gestel, Pierre van Haver, Etienne Verbestel, Thomas Verhoeven en Garissa Wouters. Ten slotte, sinds 1985 brengt het documentatiecentrum voor Aalscarnaval stevast de 5-jaarlijkse carnavalsgeniek op de boekenmarkt. En dat zijn lijvige naslagwerken waarin het helaas van de afgelopen carnavalsjaren uitvoerig wordt naverteld en lyrisch beschreven en rijkgestoffeerd met een maximum aan mooie illustraties. In dit naslagwerk is het quasi onmogelijk, naar ons gevoel, om dieper te graven naar de vele details, spitsvondige en kunstzinnige afwerkingen van praalwarens, hoofddeksels, kapsels, grimmen, karikaturen enzovoort. Daarom werkt DAC simultaan aan beide boekenreeksen. En wij volgen de wisselende trends op de voet en wensen alle bevindingen en ontdekkingen gul te delen met alle nieuwsgierige lezers en carnavalsympathisanten. De volgende editie van ons boek komt er in november 2020. En dat boek zal overal te koop zijn in de meeste krantenwinkels, in de Standaard, in Belfort, ons lokaal in de Korte Zaalstraat, in de carnavalswinkels en ook bij de Reden van Dak en ook bij Barbara.
Maar wie is Barbara? Wel, dames en heren. In Wageningen woonde vroeger een mooi kind. En iedereen kende haar als Barbara. En Barbara maakte de lekkerste rabarberpudding in de wijde omtrek. En iedereen was zo verzot op de rabarberpudding van Barbara, dat men hem op de duur rabarber Barbara is beginnen noemen. En omdat de rabarber Barbara uit Wageningen op een gegeven moment zo bekend was geworden met haar rabarberpudding, besloot ze op een zeker moment om zelf een etablissement te openen, de rabarber Barbara Baars. Dus rabarber Barbara, dames en heren, had in haar rabarber Barbara Baars in Wageningen heel wat vaste klanten, maar de meest beruchte klanten, dat waren drie barbaren die regelmatig de rabarber Barbara rabarberpudding kwamen degusteren in de rabarber Barbara Baars. En omdat deze barbaren regelmatig in de rabarber Barbara Baar vertoefden om rabarber Barbara rabarber pudding te eten, noemde iedereen de barbaren van Wageningen de rabarber Barbara Baar barbaren. Nu droegen die rabarber Barbara Baar barbaren lange stoere baren en in de volksmond hadden de meeste klanten dan ook over de rabarber Barbara Baar barbaren baden. Dus als de rabarber Barbara Baar barbaren hun rabarber Barbara Baar barbaren baden wilden verzorgen, dan moesten ze naast de rabarber Barbara Baar in Wageningen naar de rabarber Barbara Baar barbaren baden barbiezen. En op een dag besloot de rabarber Barbara Baar barbaren baden barbiezen om samen met rabarber Barbara Baar barbaren een barbecue te organiseren. Met andere woorden, een rabarber Barbara Baar barbaren baden barbier barbecue. Trouwens, ze zeggen, iedereen was welkom bij Barbara. Wie is de kleindochter vandaag? Jawel, een rabarber Barbara barbier barbecue kok geworden is. En misschien is ze iets en kan ons straks nog iets serveren, dat weet ik niet. Mensen, ik stel voor dat we de volgende boekvoorstelling doen bij Barbara in de rabarber Barbara Bar in Wageningen. En nu serieus weer. Ik zal weer afsluiten met het volgende. Als je straks je boek leest, of bekijkt, of doorbladert, doe dat rustig aan, blad voor blad, uiteraard. Maar herbegin daarna met alle foto's één voor één, van onder naar boven, van boven naar onder, en ook diagonaal te bekijken. Ontdek de massa details in de kleurenpracht, de naad, de snit van de vaak ongeziene kostuums en de verfijnde grimmen op de lachende en uitbundige gezichten van de Aalsterse carnavalisten die bewust, soms onbewust, voorbij de camera splitsen. Het kunstvolle boek rustig en aandachtig doorlopen is op zichzelf al een fascinerende ontdekkingstocht. Jaarlijks flitst de carnavalstoet door de Aalsterse straten veel te snel voorbij om al die finesse van de kledij, de afwerking, de attributen en de vaak originele blikvangers goed te kunnen observeren. Een 5-6 uur durende lange sliep van, laat ons zeggen, 80 officiële groepen en 200 losse groepen krijgt het publiek op één zonnige zondagnamiddag zomaar voorgeschoteld, maar eigenlijk nooit verteerd. Een onmogelijke omdracht om de gedrevenheid van de deelnemers en het ongezien groot aantal kunstwerkers van onze lokale artiesten waar te nemen en te observeren. Wij roepen met het documentatiecentrum dat gemis andermaal voor een stuk op te vangen in onze boekenreeksen. En evenzo hopen wij bij de niet-carnavalist telkens weer de ogen te kunnen openen om al het fraais dat de Aalstenaars presenteren te leren kennen en waarderen. Zoek en vind in dit boek een pruik gemaakt met uitsluitend lintmeters. Zoek en vind een Mexicaans sombrero waarin de hoedversiering de naam van de carnavalsgroep heel sumier werd verwerkt. Zoek en vind de preekstoel op het hoofd van de deelnemers enzovoort. Dus namens alle medewerkers, mensen, aan dit project, dank voor uw aandacht. En wens u veel plezier met de tweede editie van Koppen Carnaval. En tenslotte kan ik nog zeggen dat wij nadenken over een derde reeks, een derde boek in de reeks van drie dan, met als leidmotief creatief carnaval. Een derde deel waar wij op zoek zullen gaan, en laat dit misschien een hint zijn voor de fotografen, naar praalwagens 1. En heel in het bijzonder fragmenten van praalwagens, fijne details waar satire en spot aan bod komt.
We zoeken dus typische Aalsterse elementen die vaak ongemerkt aan het oog van alle kijkers ontsnappen. En dat was hetgeen dat ik u te vertellen had. Ook nog dat al wat er vandaag verkocht wordt aan 25 euro is, terwijl de reprijs zo zijn. Vanaf morgen is het volle pot, 30 euro. Zo zijn we. En dan heb ik de eer het genoegen u onze burgemeester voor te stellen. De burgemeester, ik heb de micro. Ja, ik ben afgebleven. Dames en heren, een bijzonder goede morgen. Ik ben ongelooflijk tevreden dat ik na Antoine mag komen. Ik had u iets voorbereid over Barbara. Ik ga dat dus volledig skippen. Vergeet Barbara. Maar eigenlijk zijn wij in Oost Chanchars. C'est la veu dat Antoineke zo boeken beginnen schrijven. En al die woorden in boeken, dan zou dat eigenlijk bekans een encyclopedie worden. En het doet mij pijzen om het verhaal van wat het verhaal van Barbara meegebracht. En ik heb hier ondertussen mijn toespraak gemaakt terwijl dat naar u aan het luisteren was. Dat is Louieke. En Louieke, dat is een die alle straten van de Fallontjes afschuimt. En Louieke die een ekkelde bijten. En Louieke die verkoopt encyclopedieën. En die gaat in de Fallontjes aan al de dieren gaan aanbellen. En hij presenteert zijn 26-delig werk. En in de Fallontjes zijn er ongelooflijk veel mensen dan een encyclopedie gekocht hebben ondertussen. Want Louieke die nekkelen een beetje en iedere keer als ze nog een deer aanbellen, zijn wat is dat? Ga je hem kopen of anders kan ik hem beginnen verder lezen. Honderden encyclopedieën verkocht in de Fallontjes door Louieke. En Louieke was de kameraad van Barbara. Dat wisten we nog niet. Ik ben hier eigenlijk met drie redenen. We gaan het in het deftig Nederlands doen. Drie goede redenen waarvoor dat ik hier ben. Ik ben hier trouwens iedere keer als er zo'n fotoboek wordt voorgesteld, want dat is natuurlijk een heel belangrijke gebeurtenis. En drie keer bedankt. Eerst en vooral bedankt dat jullie het onroerend erfgoed van onze stad, dat waar wij ons mee onderscheiden van andere steden, dat jullie dat op een majestueuze manier vastleggen. Een foto zegt soms meer dan ja, 1000 woorden, zeg maar wel eens. Ik heb dat van de week meegemaakt. Als er in de krant een foto stond over de onderhandelingen, en zat er een foto bijgeplekt van mij en Ilse met carnaval mee als een dom omhoog. Je ziet dat foto's kunnen gebezigd worden. Hè? Maar een foto legt een moment vast en een foto is natuurlijk altijd iets uniek. Ik ben zelf kleinzoon van een fotograaf, hier vlak achter de hoek, in de Kattenstraat. En het leuke aan zo'n fotoboek is dat dat eigenlijk de tijd vastlegt. En een fotoboek nu met koppige mensen, dat heb ik ook al meegemaakt de laatste dagen. Dus een boek waar dat je foto's ziet van expressies, van gezichten. En het tofste dat is, vroeger was dat bij de studenten ook zo, in een fotoboek moet je kijken naar 5, naar 10 of naar 15 jaar. En dan zie je al die gezichten van familieleden, van vrienden, van kennissen, dat je zegt, zin een keer, in die en tijd was dat. Dat is schitterend wat dat jullie betekenen vooral, dat je dat zo vastlegt. Dus de eerste keer bedankt om ons onroerend erfgoed te koesteren. Een tweede keer bedankt voor dat wat dat ons recht houdt in het leven. Bedankt voor zoveel humor dat je in je boek steekt. Dat is ongelooflijk belangrijk dat het leven gekleurd wordt door humor. Ik heb gezien dat er op de achterkant ook een vierschaal KD stond. Derde reden waarvoor dat ik u wil bedanken, en ik richt mij eigenlijk tot iedereen dat hier nu is, dat is voor jullie engagement. Wat dat jullie doen voor carnaval, je hebt terecht al de namen. Also, het was een beetje een... Ik vind dat nog een keer op AM moet laten broderen, al die namen van die man, die foto's. Het was een beetje een Jean-Marie Paf moment, waar je al de namen van de fotografen echt naar voren gebracht. Kool was te klein, ja. Bedankt voor al dat engagement, al die mensen die foto's hebben gemaakt.
En vooral ook die eigenlijk al carnaval toch wel een schitterende beleving geven. Hoe dat de coalitie er gaat uitzien, dat ga ik aan ons de week vertellen. Ik wens je nog een heel aangenaam weekend. Burgemeester, we hebben nog eens mee vooraan. Je hebt toch gezegd dat de nacht aan een boek een schaal jongens stoot. We hebben die een beetje hout vergroet. Oh. Voilà. Super, dank u. Voilà. Super. En dan bedankt, proficiat. Weet je, met de mens, de burgemeester een boek geschreven, hè, van de Zilmers. Kennen Deutsch is de wereld veranderen. Kennen Deutsch is de wereld veranderen. Burgemeester. Oh, is dat van wel? Had hij een boek geschreven met 20 kapoets. 20 kapoets. En in de eerste kapoet leg het over zijn libido scribendi. Ik weet niet wat dat is, dat slaat aan. Dat hij moet dat ooit natuurlijk door de universiteit van Marenwijk gedaan. Anders snapte dat niet. Maar ik ben met de kleindochters eens in Utopia geweest om een boek. Hij heeft samen met de klas een boek over. De proef een boek over biologie. En ze hebben in de klas een proef gedaan wat in een boek zei. Mijn kleindochter, op Bompa, zei ze, we hebben vier teerlingen opgevangen in Nof. En de eerste teerling hebben een flesje bier gestoken, de tweede teerling een flesje wijn, de derde teerling een glas whisky, 12 malt, en de vierde teerling een flesje water. Zeg, wat is er dan gebeurd? Nou, we hebben nog 24 hier in mijn gezin, zei ze, dat er mis zat. Dat is de teerling. In dat flesje bier was doe het. Die in dat wijn was doe het. In de whisky die vond het niet meer. Alleen zei ze, een teerling in het flesje water, die was springlevend. En er stonden al twee drie kleine teerlingsjes bij. Zeg, ja. En wat is dan de slotsom van het onderzoek? En wat zei ze, Bompa, dat is simpel, hè. Hebben ze leven. Vries, wijn en whisky drinken, dan moet je geen last ervan hebben. Misschien nog iets, dat we nog iets drinken. Ja. Ik ben aan de opening geweest, van het crematorium. En het was juist de eerste bevlamming. En ik stond er met een wijf te klappen en met een begrafenisondernemer en ik de boer. Zei de wijf tegen de ondernemer, hoe lang moet dat spul hier nog dienen? Hoog zijn, een uurken, een hier een koorts. Met nadruk op een operateur aflopen van de hoeven zijn. Patron zijn, doet niet mis en zijn. De kist is verbrand en de vent is niet om. Alle wijze. Ze hebben me rap een andere kist gepakt, ze hebben dat weinig en hoeveel gedaan, ze schilderen zijn. De kist is verbrand en de vent is niet om en zei de wijf. Ik word dat gepest, jongens, zei ze. Ik word dat gepest. Ik word er zeker af. Hoe zeggen ze dat er zeker af? En ja, zei ze. Maar een man pakt al 30 euro ontstekingsremmers. Goed, drink nog iets op ons kosten. Alleen we ze verder naar voren bedrijf en anders kip daarin. Bedankt allemaal voor de komen en de loop van de schepen van Overbeer van de verontschuldigen. En zit in een jetlag van Taiwan. Ja. Ja. Bedankt allemaal. En ik ga nog eens schetsen.